Welkom allemaal. Er valt hier wat regen, maar we gaan zo dadelijk gewoon voetballen in het Emirates Stadium. Natuurlijk zijn ook uw commentatoren Jeroen Guter en Sjoerd de Vos, daar ben ik, weer van de partij. We gaan kijken naar Engels competitievoetbal in de Premier League. Dit is Arsenal dat aantreedt tegen Manchester United. Nou, al die supporters op de tribunes, die gun ik een spannend en meeslepend duel. En trouwens, ons zelf ook. Leroy Sané, nummer 41. Declan Rice, nummer 8. Leon Goretzka, nummer 12. Met deze opstelling gaat Arsenal het veld op. Onder de lat Manuel Neuer. Antonio Rüdiger begint achterin. Met Koundé in het centrum. Oyarzabal speelt op het middenveld. Samen met Leroy Sané aan de buitenkant. In de aanval zien we Alexander Isak. Good luck. Cheers. Dit is de opstelling waarmee Manchester United het duel gaat beginnen. Gerard Piqué start achterin. Met Lindelöf in het centrum. Marcel Sabitzer staat met Thomas Müller centraal op het middenveld. En in aanval zien we André Kramaric. Een zeer succesvolle periode in de jaren 90 komt op een hoogtepunt in het seizoen 1998-99. Manchester United won toen en het landskampioenschap en de FA Cup en de Champions League. Ja, dat laatste, dat was natuurlijk de climax van het seizoen. Hè? Lang stonden ze met 1-0 achter tegen Bayern en in de laatste minuten van de wedstrijd werd het omgebogen tot een 2-1 zege met de goals van Sheringham en Solskjaer. Ja, zo pakte United dus de zogenaamde treble en daarna won de club ook nog eens een keer de wereldbeker voor clubteams. Goretzka raakt de bal hier kwijt. Ogen voor zijn ploeggenoot. Het leek een veelbelovende counter. Hij strandt. Declan Rice. Isaac. Memphis. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Jesus Corona. Andrei Kramaric. Deze wordt geblokt. Deze moet er toch in. Weer ligt hij in de weg. Walker. De druk op Kyle Walker. Deze pas kan hij onderscheppen. Konrad Laimer. Mikel Oyarzabal. Knap verdedigend werk. Konrad Laimer. Declan Rice. Hector Bellerin. Niet goed gegeven. Ja, dus balverlies. Martin Terrier. Mooi binnen de lijnen gehouden hier. Bal gaat rond. En wacht op dat gaatje. Walker. Ze doen de bal hier echt cadeau. Alsjeblieft, ingepakt, strikt erop. Sabitzer. Een medespeler helpt hem. Ja, hij neemt hem. En verkeerd voor de doel.
Dat was toch een mogelijkheid om voor te komen. Maar wat een heerlijke redding was dat. De doelman. Nog steeds aan de bal. Leroy Sané. Goede ingreep van de keeper. Partij aan de bal. Jesus Corona. United heeft de aanval weer geopend. Een uitgekiende steekpaas. Komt aan hoor. Goal! De eerste van de wedstrijd. Ik zou zeggen, dik verdiend. Inderdaad, zie je het. Ze spelen duidelijk beter dan de tegenstander. Dus deze voorsprong is niet meer dan terecht. Het lijkt achterloos, maar het is zo subtiel, hè? Die steekpaas, ja, dat is echt om van te genieten. En daarmee wordt de goal gecreëerd. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Pieter gebaat United om door te gaan. Voordeel, zegt hij. Kijk, Manchester United benut de ruimte. En rukt nu op over de vleugel. Nou, kijk, die doelman is blij zijn met die bal. Want zo dichtbij had hij natuurlijk meer verwacht, denk ik. Ja, natuurlijk had hij hier meer van verwacht. Als er zo'n kans ontstaat, dan verwacht je dat je wel wat meer op de proef wordt gesteld. Jan Oyarzabal, de ruimte. Het einde bij Piqué, de blok. Aangeraakt, de schot dus. We hoorden het. De supporters moedigen hun ploeg aan om dit moment te benutten. Om gelijk te maken. De bal op het teamgenoot. Hij mag nu best gelijk maken. Zo, dat scheelt niet veel zeggen. Nou, het was een goede beslissing om die bal te plaatsen. Helaas plaatste hij net iets te hoog. Marcel Sabitzer. Sabitzer. André Kramaric. 1 minuut extra speeltijd wordt aangegeven. Blijft aan de bal. Door dat druk zetten pakt hij de bal. De eerste helft is voorbij hoor. We horen de scheidsrechter fluiten. Daar het fluitje van de scheidsrechter. Tweede helft dus. Arsenal heeft iets recht te zetten naar dat eerste bedrijf. Maar lukt ze dat ook? Leroy Sané. En weer op Memphis. Probleemloos gepakt door Perrin. Deze statistieken zeggen alles. Die laten heel weinig aan de verbeelding over. Offensief zijn ze heel zwak vandaag. Weinig kansen, weinig schoten op doel. Hopelijk heeft hun trainer nog een troef achter de hand. Ze hebben nu wel de bal en kunnen misschien iets op poten zetten. Isa.
Mikel Oyarzabal. Doorgespeeld Memphis. Memphis krijgt kans om uit te halen. Ja, doelpunt van de Gunners. Het staat weer gelijk. Ja, wie moet je hier nou eigenlijk iets verwijten? De keeper? Nou, toch eigenlijk niet. Hè? De verdediging wellicht. Maar als die speler van zo dichtbij de bal krijgt, dan is het natuurlijk makkelijk afwerken. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Manchester United houdt de bal in de ploeg. De voordeel regelt geld hier. André Kramaric. Jesus Corona. Heel goed afgepakt. Leon Goretzka. Manchester United op de vijandelijke helft. Jesus Corona, een succesvolle tackle op eigen helft. Gevaar weg, hoekschop. Misschien was hij die actie zelf al vergeten, maar die scheidsrechter dat duidelijk niet. Inderdaad, het spel ligt stil en die gelegenheid grijpt hij aan om een geel te geven. Niet voorgegeven, tot de kort. Marcel Sabitzer, goed de bok gezet. Memphis, moet ze dit snel uitspelen. En Arsenal raakt de bal kwijt. Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer. Pakken ze hier de voorsprong? Zijn bedoeling was een geplaatste schot. Maar geplaatste bedoel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Maar dat mogen we gerust in twijfel trekken. Nummer 11, Martin Odegaard. Ødegaard. Koundé. We hebben nog 20 minuten te gaan. Leon Goretzka. Komt-ie! Sterke actie van de doelman. Het publiek moedigt de spelers aan. Als ze uit deze situatie scoren, dan nemen ze de lijn. Eigen helft heroverd. Het balbezit is aardig in balans. En hetzelfde kunnen we zeggen van de stand op het scorebord. Het is gewoon een leuke open wedstrijd. Er gebeurt van alles. De enige kanttekening die je kunt maken is dat het verdedigend nogal zwak is. En die bal is weg. Nog steeds aan de bal hier.
We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Manchester United zet aan in de slotfase. Kunnen ze hier toch nog een zege afdwingen? En dan veroveren ze hem op een gevaarlijke plek. Marcel Sabitzer. Gevaarlijke steekpas. Door de lucht gegeven is op de radar te zien. Martin Terrier. Goal! Ja, dit is hoe we het graag zien. Een bizarre wending in de slotfase. En daarmee gaan ze nu aan de leiding. Wat een moment zie je het om te scoren ook. Ja, als een speler op die plek de bal krijgt, dan ben je natuurlijk al geklopt. Dan hoef je niet meer te verwachten dat de doelman voor Superman speelt. Hem nog even gaat tegenhouden. Nee, zo werkt dat niet. Zo tegen het einde van de wedstrijd de voorsprong pakken, dat kan doorslaggevend zijn. Ja, je merkt het hier op de tribunes, dat zie je het. Die supporters van Arsenal, die laten zich horen. Die vinden dat er hier in het Emirates Stadium iets gedaan moet worden. Ja, ja! De kans! De kans op een goal! Hallo mensen! Haha, koekoek! En laat het treffen! En daarmee rekenen ze af met een achterstand. De score is weer gelijk. Het is een absurde slotfase. Ze hoeven nog maar even vol te houden. Nog een paar minuten. De speler kiest voor de korte hoek. Daar staat ook de keeper. En ja, dat is dan natuurlijk een situatie waarin de doelman hem tegen moet houden. Ik bedoel, waarom sta je anders in die hoek? En de stand is weer gelijk. Wat een spannende wedstrijd is dit toch. Er komen 4 minuten extra speeltijd bij. Hector Bellerin. Ze mogen ingooien na die tackle. Memphis. Sterk hoe hij die bal verovert. Negentig minuten voetbal heeft geen winnaar opgeleverd.